Hey Diana, wat zou jij nou heel graag voor je verjaardag nog een keertje willen? Oh, maar ik weet wel wat ik krijg, want ik heb een hele fijne baas, Marcel Ermers. En die heeft mij beloofd dat ik voor mijn verjaardag, want ik ben op zaterdag jarig dit jaar, een interview met Aretha Franklin krijg. Dus ja, leuk. In kan en kruiken. Marcel, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn telefoonnummer aan het zoeken. Maar het lukt nog niet zo erg. Wie zoek je? Ja, Aretha Franklin. Heb jij het nummer misschien? Ik heb het beloofd aan Diana. Ik heb er echt zo'n ontzettende spijt van. Maar ja, het is een stepresultator, dus als je iets belooft, dan moet je het wel doen natuurlijk. Aretha Franklin. Wat ben je aan het doen, Sonja? Ik ben even wat grapjes aan het opschrijven, aan het voorproduceren voor Frank. Grapjes? Ja, timing is alles. Dat is echt een heel leuk mens hoor. Oké. Mireille, ik hoor dat Bert de Alp du 6 niet gaat doen. Ja, wat hij wil, daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom wat wij willen. En wij willen dat hij 10 keer de Alp du 6 opgaat. Dus wat er ook gebeurt, hij heeft niets te willen. Wij persen hem gewoon in zijn wielrennerstenu en geven hem een schop. En hij gaat gewoon die berg op. Hij moet gewoon naar ons luisteren. Alles voor een goede uitzending. Ja, en veel geld inzamelen natuurlijk. Hè. Alles voor het geld. En opgeven is geen optie. Peter, ik hoor dat jullie een leuk nieuw project hebben bij Plein 5, NL Doet. Ja, klopt, inderdaad. Het is vrijwilligerswerk. Dat doen we met Plein 5 aan mee op vrijdag 19 maart. En wat gaat Helco doen? Voor Helco hebben we het volgende bedacht. Het leek ons wel leuk als hij... Dus we gaan naar het verzorgingscentrum toe en gaan de hele dag met bejaarden op stap. En we dachten, het is leuk als Helco bejaarden gaat masseren bijvoorbeeld. Wassen? Wassen ook inderdaad, ook kijk, de haren wassen. En hij neemt ook Marianne Weber mee, dus ik dacht, het is leuk als misschien de Polonaise daar gaat lopen met Marianne Weber. Dus daar wordt volgens mij een hilarische dag. Leuk? Ja. Weet hij het al? Nou, ik zal het hem morgen nog even vertellen, maar kom wel goed.